zo, dit is zo mooi gemaakt en geweldig. En als je het nu terugkijkt, sommige stukjes denk je echt nou... Goedemorgen, het is zaterdag. We zijn al wel even wakker. We gaan naar een feestje. Ja, dat is straks, maar dat duurt nog wel een paar uur. We zijn al wakker, ik ben al aangekleed. En al, ik vergeet tegenwoordig trouwens. Ik heb deze blouse aan van MV, geloof ik. Deze broek van Philippe K. Schoenen doe ik dadelijk aan, want ik ben de hele tijd door het huis aan het rennen al. En Sarah is zo lief aan het spelen. Nou, ze heeft wel besloten dat ze zich even verstopt, maar die is heel de bank aan het verbouwen en zo. En aan het spelen met de Barbies. En de keuken ligt ook. Een mini beetje van de bank. Een mini beetje van de bank. Lekker. Oké. Okay. Ja, en die heeft lekker pyjama ochtendje nog. Moet ook kunnen. Kom, wij gaan even spelen dan. En voor mij is het tijd om iets heel belangrijks te doen, want het wordt natuurlijk best wel koud. En in de zomer halen wij altijd het dekbed uit de hoes. Dus slaap alleen onder de hoes, want dat is meer dan warm genoeg. Soms vaak nog te warm. Maar ja, het is echt gewoon koud buiten. Het is rond de 17 graden 's nachts. Nou, voor mijn gevoel vriest het. Dat is natuurlijk niet zo. Dus ik ga de dekbedden ook weer in de slopen doen, in de hoesen. Is zo extreem vandaag. Het gaat heel de tijd al helemaal los. Fijn, september in Nederland. Tijd voor de verjaardag. Dus ze was gek aan het opruimen, want die kan niet wachten om naar de vriendin te gaan. Zo snel moet je altijd opruimen. Wauw. Je kan naar de Olympische Spelen. Zo, ja, je pakt deze maar aan. Ik kom van Jen eten. Hij komt van Jen eten. Dus ik wil wel wat gezegd. Nee, dat gaat er naar. Ja, bijna. We zijn de eerste Spider-Man filmstukje aan het kijken. En ik weet nog, vroeg toen hij uitkwam, dacht ik echt zo, dit is zo mooi gemaakt en geweldig. En als je het nu terugkijkt, sommige stukjes denk je echt, nou, dit is echt zo oud. Kijk, dit ziet er dan wel echt netjes uit, maar sommige stukjes, met special effect zeg maar, dan denk je echt zo, dit is echt ouderwets, weet je. Het ziet er zo nep uit. Dit is echt zo nep als je het nu terugziet. En grappig. Hier zie je echt wel goed hoe nep en hoe oud het was. Als die scherp staat. Hier is het echt heel erg. Maar daarom niet minder leuk. Ik lig in bed, lekker weer. Op mijn hele warme dekbed. Dus ik ga de vlog afsluiten. Oh, het lampje van mijn telefoon. Nou, ga aan. Bedankt voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan zie ik je morgen.